Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM. Texel, het is maar een kwartiertje varen vanaf het vasteland. En toch heb je vanaf het moment dat je de boot opstapt meteen een vakantiegevoel. Ja, en vanwege dat vakantiegevoel ben ik hier op Texel. Ik ben namelijk op zoek naar mensen die dat vakantiegevoel elke dag willen ervaren. Want namelijk hier staat een prachtig huis te koop. Het huis van Edo en Annette. Edo en Annette Kooijman zijn geboren en getogen op Texel. Net als hun kinderen Milou en Piotr. Het gezin heeft sinds 2002 een woning midden in het dorp De Waal. Het huis staat nu sinds juli te koop. Iets wat Annette en Edo best lang vinden. Ze denken inmiddels dat hun koper een zogeheten overkanter zou moeten zijn. Zo. Hi, Tim. Hallo. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, kijk eens eventjes. Ja, dit is natuurlijk fantastisch. Nou heb ik natuurlijk nog niet het hele huis gezien. Maar dit is hartstikke mooi. Waarom gaan jullie weg, Edo? Ja, het is een mooi pand. Alleen, we wonen in De Waal. En de centrale voorzieningen voor de kinderen, het spelen voor de kinderen, de school voor de kinderen, het sport voor de kinderen. En de boodschappen die is in Den Burg. Nou heb ik een redelijke topografische kennis. Ja? Hoeveel kilometer ligt Den Burg hier vandaan? Het is ruim 2 kilometer. Waar gaat dit over? Echt waar? Ja. Ja, het is toch, we gaan toch iedere dag of een paar keer per dag daar naartoe. Ja. Het liefst hadden we deze woning ook meegenomen naar de Burg. Maar het is een prachtig pand. Ja. Het is toch de keuze voor Den Burg geworden. Ik snap er niks van, maar ik ga je proberen te volgen. Ik wil natuurlijk wel graag nog wat zien van de rest van het huis. Nou, zullen we een klein rondje lopen? Ja, ja? Ja. Wil jij maar voorgaan? Doe me. Ik volg. Ah, de keuken. Ik vind dit altijd het belangrijkste plekje in het huis. Het is ook een heel mooi plekje. We zitten hier graag. Ja. Het is een ruime keuken en het is toch wel een belangrijk deel van de woning waar we verblijven. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het ziet er heel mooi uit. Hoe zit die indeling nou precies in elkaar? Want wat zit hier nou achter bijvoorbeeld? Hierachter, het is een voorhuis en hierachter zit een grote stolp. En ik ben fotograaf en daar zit dan een werkruimte waar ik dus aan het werk ben. Oh, kijk eens eventjes. Dus hier gebeurt het. Dit is het kantoor. De werkplek. Ja. Hoeveel mensen hebben jullie hier gehad voor een bezichtiging? Een stuk of 8. Oké. Okay. Wat voor mensen waren dat? Over het algemeen, zoals wij dat noemen, overkanters. Overkanters, ja. Dus mensen moet ik me gediscrimineerd voelen? Of wat is dat met die overkanters van jullie allemaal? Zodra er iemand niet van Texel komt, noemen wij zo iemand een overkanter. Een overkanter, oké. Okay. En waarom denk je dat mensen toch uiteindelijk dan niet enthousiast genoeg waren? Nou, ik denk dat het met name ligt aan de tuin. De tuin is in verhouding tot het huis wat kleiner. En dat het daardoor afgeketst is. Dit is de tuin. Dit is de tuin, ja. Is toch niet heel erg klein? Nee, hij is denk ik ook niet heel erg klein. Maar in verhouding tot de woning is hij inderdaad wat kleiner. En misschien voor Texelse begrippen is hij wat kleiner. Maar hij ligt heerlijk op het zuiden. Je kan op 2 plaatsen heel erg mooi zitten. Dus ja, en wij gaan eigenlijk altijd lekker naar, als het mooi weer is, ga je lekker naar het strand, naar het bos. Allemaal op een paar minuutjes fietsen. Texel is 1 grote tuin. Ja, eigenlijk wel. Ik vind niet dat we moeilijk moeten doen over die tuin. Tuin is top. Dat zeg ik en daar is alles mee gezegd. Het huis heeft een perceel van 270 vierkante meter en een woonoppervlak van bijna 300 vierkante meter. 4 slaapkamers en een badkamer met sauna. De vraagprijs 594.500 euro. Hier op Texel gaan we proberen het huis van Edo en Annette aan de man te brengen. Misschien wel aan een niet-Texelaar, een zogeheten overkanter. Als je nog moet worden overtuigd van het mooie wonen op het eiland, moet je nu even goed opletten. No more running down the wrong road. Nou, kijk eens eventjes hoe gezellig iedereen het hier heeft en wat een mooie plaatjes. Can't you see what's going on? Deep inside your heart. Always searching for the wind. Heerlijk fris windje. Hè? Gezonder kan het bijna niet worden. Het echte Texelgevoel. Het echte Texelgevoel. Over dat echte Texelse gevoel gesproken. Jullie zijn eigenlijk redelijk overtuigd dat niet iemand van Texel zelf het huis zal kopen. Waarom denken jullie dat even? Nou, we hebben het huis al geruime tijd te koop. En eilanders weten natuurlijk wat het eiland is. Maar wij denken toch dat iemand van de overkant graag misschien op het eiland wil wonen. En genieten van de rust en de ruimte en het strand en alles wat wij hier hebben.
zijn ze welkom? Is Texel gastvrij? Hoe zit dat? Nou ja, we zijn natuurlijk toerisme gewend hier op Texel. En de eilanders zijn behoorlijk gastvrij. En we merken dat de mensen die van de Vasterwald hier op Texel komen wonen, dat die het gewoon prettig, ja, gewoon lekker vinden. Wanneer is iedereen welkom, zeg maar, ook van de overkant? Nou, aanstaande zaterdag is de huis open voor iedereen die de oversteek wil maken. En iedereen is van harte welkom. Nou, alle informatie natuurlijk die we gegeven hebben in deze aflevering is na te lezen op onze internetsite tvmakelaar.nl. Maar voordat ik afscheid neem van jullie, krijgen jullie zo direct van mij nog 30 seconden om op een zo leuk mogelijke manier jullie huis te verkopen. Ons huis is gelegen in het kleinste dorpje van Texel, de Waal. Het is een heerlijk huis, echt een leefhuis met een grote woonkeuken, een lichte woonkamer, een mooie ruime badkamer. Daarnaast ook nog 4 heerlijke slaapkamers boven. En ja, het is echt altijd thuiskomen als je terugkomt van vakantie in dit pand. Ja, en bij het pand is een studio. De studio en de werkruimte is apart van de woning bereikbaar. Ja, het is gewoon een prachtig pand. U moet gewoon een keer komen kijken.